Aanstaande donderdag staat de begroting van de gemeente Stedenbroek op de agenda van de raadsvergadering. Begin deze maand nam ons college daar al een voorschot op door in de krant te vermelden dat de gemeente uit het financiële zwaar weer is en dat de tijden van omhoogschietende OZB achter ons liggen. Er worden inmiddels zwarte cijfers geschreven. Wat er echter niet vermeld werd, is dat er in deze begroting ook een OZB-verhoging van 10% zit. De belastingen verhogen is niet leuk, maar dat daar niet eerlijk over gecommuniceerd wordt, vinden wij eigenlijk niet kunnen. Aanstaande donderdag zullen wij er dan ook alles aan doen om deze 10% verhoging van tafel af te krijgen.